Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. De gemeenteraad besloot vorig jaar om subsidie te verlenen voor de aanschaf en aanleg van groene daken en gevels. Hieraan zitten, voor zowel mens als milieu, concrete voordelen en het maakt onze gemeente weer een stukje groener. Vanaf 1 maart konden woningeigenaren een aanvraag indienen voor deze regeling. Inmiddels zijn ruim 30 inwoners blij gemaakt en is het subsidieplafond van 50.000 euro bereikt. Momenteel wordt deze subsidieregeling geëvalueerd. Maar zeker is dat de regeling vanaf 2023 een vervolg krijgt. Waar laat u nou de aardappelschillen, een klokhuis of afgekloven maiskolven? Simpel, in een geventileerd keukenbakje. Door dit afval gescheiden aan te bieden, kan er later compost van worden gemaakt. Dit is beter voor het milieu. Daarnaast droogt het afval uit doordat een keukenbakje geventileerd is. Dit voorkomt stank en condens. Het keukenbakje leegt u gemakkelijk met composteerbaar zakje en al in de grote afvalbak. De gemeente Drimmelen heeft vorige week via de Albert Heijn in Maarden en Jumbo in Terreijde gratis keukenbakjes uitgedeeld aan haar inwoners. Het keukenbakje is onderdeel van de campagne Bak Bewust, waarin afvalscheiden in de gemeente onder de aandacht wordt gebracht. Kijk voor meer informatie op de site van onze gemeente. Met het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomst hebben het schoolbestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen, ofwel SKOD, kinderopvang Kibeo en de gemeente weer een stap gemaakt richting nieuwbouw van het nieuwe integraal kindcentrum De Stuifhoek. Men hoopt de bouw in 2025 afgerond te hebben. Eveline Bos van Kibeo, Wim Klaassen van SKOD en wethouder Jurgen Vissers tekenden het document. Wethouder Jurgen Vissers gaf aan dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet. Een mooie stap voor het dorp Maarden. Na de zomer gaat men snel met alle betrokkenen in de omgeving praten om de volgende stap te kunnen zetten. IKC De Stuifhoek gaat een doorgaande lijn voor ontwikkeling en onderwijs aanbieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De school krijgt straks 16 lokalen en wordt daarmee iets groter dan nu. Kibeo verzorgt kinderopvang voor 4 groepen. Er wordt meer gebouwd op deze locatie. Ook het bestuurskantoor van SKOD krijgt straks een plaats in het gebouw. En op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad komt er een derde verdieping op het gebouw met appartementen. Net zoals dit het geval is bij de basisschool De Zonzeel in Terreijde. Daar gaat onderwijs en wonen al jaren heel goed samen. Het plan in Maarden voorziet ook in een groene parkachtige inrichting van de omgeving van het gebouw. Het gebouw wordt straks een bijna energie-neutraal gebouw, waarbij ook rekening wordt gehouden met aanvullende wensen voor de ventilatie en het binnenklimaat. Woon jij in een huurwoning in de gemeente Drimmelen? In samenwerking met het regionaal energieloket heeft de gemeente een gratis cadeaubon voor energiebesparende producten voor je. De bon is in te wisselen bij een van de deelnemende webshops of bij een lokale bouwmarkt in de buurt. Kijk hier voor meer informatie en het aanvragen op de website van het regionaal energieloket. Krijg jij een melding dat de bonnen op zijn, terwijl je er nog niet eerder een aangevraagd hebt? Stuur ons dan een mail op energieteam@drimmelen.nl met je naam en adres. Nogmaals, deze acties is voor huurders in onze gemeente. Mensen met een koopwoning hebben al een hele tijd terug een aanvraag kunnen doen. In waarschuwing van gemeente en politie, vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht om op elke verdieping van je woning een rookmelder te hebben. Helaas zien criminelen hier ook weer een kans om je op te lichten en zichzelf te verrijken. Zij gebruiken een valse identiteitskaart en komen zogenaamd controleren op rookmelders. Tijdens deze controle door de woning worden waardevolle spullen of geld weggenomen. Dit doen ze zonder dat je het merkt. Jij wordt in het ondertussen afgeleid. Laat dus niemand zomaar binnen.
De gemeente en politie komen niet controleren of je in het bezit bent van een rookmelder. Krijg je een verdacht persoon aan je deur over dit onderwerp? Bel dan direct 112. Organiseer je in onze gemeente een leuke activiteit? Vind je het leuk om dat te delen via onze omroep? Laat dat dan op tijd aan ons weten via tv@omroepdrimmelen.nl. Wij zoeken dan contact met u om samen te bepalen of we opnamen kunnen maken die we dan op een later tijdstip uit kunnen zenden. Denk bijvoorbeeld aan de Burendag op 24 september, een jubileum van een bedrijf, een leuke activiteit van uw vereniging. Als het enigszins kan, onze vrijwilligers moeten natuurlijk tijd vrij kunnen maken in hun agenda, werkt Omroep Drimmelen graag mee. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Kijk ook eens op de social media van Omroep Drimmelen. Graag weer tot volgende week.